Het Nederlands Filmfestival in Utrecht nadert zijn einde. Vanavond worden traditiegetrouw in de Schouwburg de Gouden Kalveren uitgereikt. Wie maakte de beste film, de beste muziek en wie vertolkte op de beste manier de hoofdrol? Daar komen we vanavond allemaal achter tijdens het gala. Begint straks om 8 uur, maar verslaggever Peter Knierim, die is er nu al. Ja, Peter, gebeurt er al wel wat daar bij jou daarachter? Je kunt het misschien achter me zien. De rode loper is geopend, zeg maar. De Vaderlandse pers heeft zich verzameld om Toet Bekend Nederland hier op te vangen. Een fotootje te maken, een gesprekje te voeren. Dat is wat er nu gebeurt. Op dit moment, het is een beetje stilte voor de storm, want straks om 8 uur is natuurlijk dat gala. Van tevoren wordt er even gegeten, tussen 6 en 7, zeg maar. En daarna dus dat grote gala. We hebben de gouden beeldjes ook al binnen zien komen. Die kwamen binnen op een karretje. Die zijn binnen, dat is al geregeld dus. En je merkt gewoon een soort spanning bij iedereen van nu gaat het beginnen. Ik was er vanmiddag al even, toen waren ze nog in volle voorbereiding. En toen sprak ik ook even de directeur van het Nederlands Filmfestival. En ik vroeg haar, waar kijkt u nou het meest naar uit? Het is eigenlijk gewoon de hele uitreiking op zich. Vanaf 8 uur worden er 21 kalveren uitgereikt. En het is altijd zo'n feestelijk moment, daar kijk ik naar uit. Kan ik me voorstellen. Peter, zitten er tussen al die nominaties nog Utrechters? Nou, er zijn zeker wat producties die een Utrechts tintje hebben. Neem de film bijvoorbeeld Knor. 5 maal genomineerd maar liefst. Een stop-motion film. En de basis van die film ligt bij een boek. En dat boek, dat is weer geschreven door Tosca Mente uit Woerden. Verder hebben we nog, en dan moet ik even spieken, Sinem Cavus uit Zeist. Zij is geboren daar en zij is genomineerd voor de beste hoofdrol in een korte film. Mokromafia Meltem, een soort spin-off van de bekende serie. En dan hebben we nog onze Utrechter Fetja van Huet. Vorig jaar won hij een Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Dit jaar is hij niet persoonlijk genomineerd, maar hij zit wel in 2 producties die genomineerd zijn. Te weten, Narcosis, beste film, is die genomineerd. En Het Jaar van Fortuin, een dramaserie. Ook die serie is genomineerd voor dat gouden beeldje. Nou, vanavond weten we het allemaal welke prijzen bij wie gaan vallen. Wij blijven er trouwens ook bij, toch Peter? Jazeker, want vanaf 8 uur, zei het eerder al, begint het gala en dan zenden wij ook uit via onze website. Ook op de website van het filmfestival is de registratie te zien, op al onze zenders. En ja, wat je dan gaat zien is registratie dus en interviews met de winnaars, misschien ook de verliezers. Kortom, prachtig evenement, bij ons uitgezonden. Ik zou zeggen, hou hem hier. Gaan we doen. Dankjewel Peter Knierim.